Er staat een groene vogel en er staat een groene pluim. En wat ik in het begin al zei, dit is de 15e keer dat deze groenconferentie wordt georganiseerd. En er zijn een aantal mensen onder u die inmiddels weten wat hier achter schuil gaat. En dat is zo'n leuk moment, kan ik u verklappen. Ik ben er gek op, echt waar. De groene vogel wordt door u uitgereikt voor de groenste vrijwilligers van het jaar. La 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 la, de groenste vrijwilligers van het jaar. Ja, inderdaad, tromgeroffel. We hebben een filmpje. Gaan we eerst even naar het filmpje kijken. Wij gaan hier een stap opzij. Want dat verklopt natuurlijk de winnaar, hè? Ik ben vooral heel erg met de peuken, hoor. En ik ben echt een enorme roker geweest. En ik heb altijd mijn peuken hup op straat gegooid, omdat ik dat totaal niet besefte. Nou ja, het was toen. En de wereld veranderd. Dit zijn de dames van de Roze Brigade. Geel in roze gehuld maken ze al jaren park 1943 schoon in de Rijke Bospolder in Rotterdam. Maar waarom eigenlijk? Ja, ik stoorde mij aan de rommel. Want ik dacht van nou, de rommel is van niemand, omdat het op straat ligt. Dus het is wel ooit van iemand geweest. Maar op het moment dat je je rommel weggooit, geef je dus eigenlijk aan de stad als een soort van negatief cadeautje. Nou, en als het van niemand is, betekent dus dat iemand het moet op gaan rapen. Raam je rot. Afval gebruikt de zin veranderen. Je ziet nu meer lakmaspatronen, weer alcohol of flesjes, die bierblikjes, dopjes ervan en ook vooral sigarettenpeuken. In het avonduur is het natuurlijk vrij donker hier en mensen waren zich best wel anoniem. Dus de jongeren komen ook hier eigenlijk lachgas gebruiken. Gooien het allemaal hier in de bosjes. Bij lachgaspatronen horen ook ballonnen helaas. Dus van plastic, dat blijft heel lang liggen. Het is niet goed voor de bloemen, maar ook niet voor de vogels. En het is gewoon geen gezicht in het park. Het is heel fijn als we hebben geprikt en je kijkt achterom dat het schoon is. Voor je is om een heel veld te gaan, maar we kijken vooral vaak heel vaak naar achteren. Zo van, nou, oké, dat ziet er goed uit. Ietsje meer naar voren door te lopen, want dan passen jullie allemaal op de foto. Dus jullie nog een beetje inschikken. Lukt dat? Lukt dat? Lukt dat? En dan. Ja, ik ga gewoon ingrijpen. Ja. Kom op, bijna. Kom. Ja, ja, ja. Naar voren. Op. Even doorlopen. Oké. Okay. Ja hoor, voorzichtig. Iedereen houdt je vast. En jij ook. Oké, okay. Ook naar voren. Ja, dat is ook een, dat is goed. En dan geef ik hem aan jou. En dan, als jij. Ja, als je. Nee, even omhoog houden, want dan kan de fotograaf nog zien. Yeah.
Dank u wel, wethouder, voor het uitrekenen van de groene vogel. Er zit geen leider hè, bij jullie. Jij bent de opper-roze brigade vrouw. Even een hele kleine reactie natuurlijk, hè, want als je zo'n mooie prijs wint, dan wordt er gevraagd: en wat gaat er door u heen? Nou, ik denk dan, wij zijn wel geen enorm grote denkers, maar we zijn wel doeners en die heb je ook naar de regel te komen. Ja, ja. Want ik kan me voorstellen dat jullie hiervoor niet dagelijks gewoon elkaar op de koffie zaten. Aantrekkingskracht. Nou, wij dachten er zijn te weinig mensen, te weinig vrouwen bezig met de buitenruimte. Binnenshuis is alles piekelbel in Noordenva. En dat eindigt bij de voordeur. En wij wilden heel graag juist naar buiten. Nou, dat is heel goed gelukt. Maar komt de groene vogel te staan? In hetzelfde VIA-stelsel. Okay. Niet grondelijk in de vuilnisbak, hè? Nee. Gefeliciteerd! Zoals Niels eigenlijk al zei in het eerste praatje, Rotterdam barst eigenlijk van de initiatieven op het gebied van groene natuur. Dus het is altijd een makkie om een groep of een persoon te vinden die in aanmerking komt voor de groene vogel. Beleid ontbreekt wel eens, dus dat maakt de keuze voor de groene overheidsdienaar, maakt het altijd wel een stuk lastiger. Maar, zoals ook gezegd werd over het klimaatakkoord, de meeste mensen kennen het wel, het enthousiasme is nog niet groot, dus wil ik deze plein vooral zien als een aanmoediging om dat enthousiasme groter te maken, want het enthousiasme van al die mensen in de stad die de goede kant op willen, dat is er wel. En als je dat aanboort, dan kan het losse zand, wat het klimaatakkoord nu een beetje is, hè, veel experimenten en pilots, dat heeft dat enthousiasme nodig om echt meters te gaan maken en de stad te laten veranderen. Dus wij willen de groene plein geven aan degene die vaak in de periode dat hij raadslid was, heel veel de kat de bel heeft aangebonden. Als het ging om geen ballonnen oplaten, als het ging om een vuurwerkverbod. We hebben nu een klimaatakkoord waar iets te weinig vuurwerk in zit naar ons idee, maar toch als aanmoediging om te zorgen dat de stad enthousiast gemaakt wordt. Dat zien wij dan als zijn belangrijkste taak voor de komende 2 jaar. Rond dat klimaatakkoord wil ik deze groene bijnaam Arno geven. Veel dank daarvoor. En je refereert aan het klimaatakkoord, want dan zou ik hem ook graag opdragen aan de meer dan 100 bedrijven en Rotterdamse organisaties en meer dan 1000 Rotterdammers die mee hebben gewerkt aan het klimaatakkoord. En je hebt helemaal gelijk, het klimaatakkoord, daarmee zijn we er nog niet. Ik heb ook gezegd, op het moment dat we het sloten, dat we de handtekening zetten, dit is niet het eindpunt, maar dit is pas het beginpunt van dat decennium waarin we de stad anders in gaan richten, verduurzamen en uiteindelijk een klimaatneutrale en een afvalvrije stad gaan maken waar we gezond adem kunnen halen. En dit is een aanmoedigingsprijs, hè? Dus nog eventjes je best. Ja, ik hoop dat we, ik weet niet wat dan de prijs is, als we over 10 jaar inderdaad die mooie duurzame stad met elkaar bereiken. Daar kom ik graag naartoe. Zo.